De Valken heeft voor het seizoen 2021-2022 voor de opvolging van René Bierdrager gekozen voor een tweemanschap. Remco Wachter en Gert Veld. Waarom? Waarom? Remco en ik zijn sinds dit jaar de 16-1 gaan trainen samen. Daar is eigenlijk een behoorlijke goede klik in gekomen. Wij hebben in oktober, november wat training overgenomen van René Bierdrager, die corona kreeg toen de tijd. Van het een is eigenlijk het ander gekomen en zijn wij benaderd door de selectie om volgend jaar hier samen het trainersduo te worden voor selectie Valkenheim. Welke papieren heb je? Ik heb TC3. En dan mag je tot de vierde klas? En dan mag ik hier tot de vierde klas trainen, ja. En waarom niet alleen? Waarom niet alleen? Nou goed, om eerlijk te zijn had ik tot 2 maanden terug eigenlijk niet het idee om ergens nog hoogtrainer te gaan worden. Nadat het eigenlijk zo goed boterde met Remco bij de 16-1, benaderd te zijn door de selectie, dat streelt een ego, dat doet wel wat met je en het ene haalt het ander uit en dan sta ik toch weer open voor dit soort uitdagingen. Je bent niet hier misschien wel begonnen, maar toch ergens anders gevoetbald. Ik heb hier mijn hele jeugd gevoetbald tot mijn 18e, 19e jaar. Misschien 20 denk ik. En toen ben ik overgegaan naar de overkant, naar ASV. Daar heb ik 15 jaar in het eerste gevoetbald. En toen raakte daar de jeugdafdeling weg. Toen ben ik met mijn zoons mee verhuisd naar Valken. Dat eerste, de beste jaar dat ik hier kwam, heb ik hier nog de 19-1 gedaan. En dat jaar erop ben ik met het team van mijn oudste zoon, dat was toen de 13-1, dat is tot nu al de 16-1, ben ik meegegroeid. En nu dus benaderd door en bestuur en door de selectie van Valken om hier volgend jaar de selectie te gaan trainen. Nou, ik heb gekozen voor Remco Wachter als assistent. Had je dat verwacht? Dat we gezamenlijk benaderd zijn vanuit de selectie vandaan. Ja, had ik wel het idee van, dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Samen hebben we gezeten, hebben we goed overleg gehad, de plussen en de minnen. Ja, en uiteindelijk zijn we er heel snel uitgekomen dat we complementair zijn aan elkaar. We kunnen gewoon elkaar goed aanvullen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Dit is een jonge groep waar wij heel veel groei in zien. Ja, en hoe mooi is dat om dat met z'n tweeën aan te pakken. Je hebt een behoorlijke achtergrond, maar je hebt geen trainersdiploma. Ik heb geen trainersdiploma's. Sterker nog, ik heb nooit de ambitie gehad om trainer te worden. Tot 3 jaar geleden. Terug hebben we met een groepje van de Valken hebben samengezeten om te kijken wat we met de jeugd kunnen doen. Daar meer structuur in te gaan aanbrengen. Ja, in het verlengde daarvan ben ik wat vaker op het trainingsveld gaan staan. Waar gaten vielen heb ik de trainingen opgepakt. Zoals Gert net al verwoordde, van de zomer zijn we bij elkaar gekomen. Ben ik aangehaakt bij onder de 16. En dat is eigenlijk al zo goed bevallen dat ik daar wel in verder wilde. Er ontstond een probleem bij de selectie op een tekort aan trainers op bepaalde dagen. René Bierdrager werd geveld door corona. Ja, en als ik dan terugkijk op die momenten dat ik training heb gegeven, heb ik daar heel veel plezier en enthousiasme in gehad. Bij KGB gevoetbald, onder Henk Spaan onder andere. Bij Purmerstein, onder wie heb je daar getraind? Ik heb bij Purmerstein onder Peter de Graaf in combinatie met Marco Daman getraind. Bij KGB begon in de jeugd, doorgestroomd. Succesjaren meegemaakt onder Henk Spaan. Training gekregen van André Teuling, Pim Kaagman. Stuk voor stuk goede trainers die op ieder vlak ergens in uitblinken. Ja, en dat probeer ik daar wel in mee te nemen. Het systeem van de Valken, het is op het ogenblik toch wel een slechte start geweest in het seizoen 2021. Die eigenlijk niet afgemaakt wordt, dus jullie beginnen volgend jaar gewoon weer in de vierde klas. Wat gaan jullie spelen? Gaan jullie het een beetje overnemen? Gaan jullie ook doorbedoeren met bijvoorbeeld een dragende kracht, Korenmantel? Afgelopen jaren en het jaar ervoor heb ik diverse wedstrijden gezien. Dan zie je ook meteen waar het probleem bij Valken ligt. Waar liggen die? Die ligt toch wel in het scorende vermogen. Ik bedoel,
Ik denk dat, dat Valken toch, de wedstrijden die ik dan gezien heb, even goed legio kansen kan creëren. Maar dan schort het toch wel aan een afmaker. En, ja goed, of we dat nou in een 4-3-3 gaan gieten of in een 4-4-2 met een ruit op het midden, dat zal de tijd leren. Wij gaan eerst straks, hopelijk in juli, dat dat weer mogelijk is met de jongens aan de slag. En dan gaan we zelf eens even kijken wat voor deze groep het beste is. Deze groep? Wordt dat aangevuld dadelijk omdat jullie ervaring hebben met spelers uit de jeugdteams met jeugd? Daar komen jeugdspelers bij, ja, absoluut. Daar komt denk ik een heel groot deel van de 19 op het moment komt door. Nou, daar zit deels wel wat potentie in. Je hebt al een hele jonge groep. Het zou mooi zijn voor Valken om de selectie dit jaar gewoon iets breder te hebben als dat ze nu hebben. Dat je wat kan switchen met mensen, dat je gewoon eens wat mensen kan uitproberen. Maar goed, nu was de basis die Valken had de afgelopen 2 jaar toch wel heel smal. Je merkt meteen met het wegvallen van een Niels Timmer en met het veel blessurige, gevoelige Cor Mantel dan, dat gewoon heel erg moeilijk op te vangen is. Dat zijn wel de mannen die je hard nodig hebt in dit team. We wonen op een klein dorp in West-Friesland. Daar gaan de mensen studeren, gaan ze naar Amsterdam. Is dat in jullie angst, Gregner? Nou, dat is natuurlijk geen plus om jongens buiten het dorp te hebben die niet de door de week hier kunnen trainen. Het is nog steeds, ik denk dat je je beste resultaten haalt als je gewoon elke week 2 keer met elkaar op het trainingsveld staat. Dat wat de beste resultaten leidt. Maar goed, dat is tegenwoordige tijd. Daar zal niet alleen Valken mee te dealen hebben, maar dat zal de menige vereniging hebben die te maken hebben met studerende jongens. En soms wel buiten het dorp wonende jongens, ja. Dat is wel een probleem. Ja, maar goed, dat heeft elke club. Dat zou niet alleen Valken zijn. We zijn dadelijk de enige club nog in voormalige Venhuizen die met een eerste elftal speelt. Daar hebben jullie toch ook weer voordelen aan dat je wat mensen uit Schalkhout of Beidenis misschien uit Venhuizen hier naartoe krijgt. Ja goed, wij zullen, Remco en ik zullen daar samen om tafel gaan om gewoon eens wat namen die genoemd worden en wat namen die we zelf op ons netvlies hebben, om die eens te gaan benaderen voor een gesprek, om eens te kijken hoe ver men ervoor open staat om hier bij Valken te komen voetballen. Wij zullen wel proberen om de groep breder te krijgen als dat die nu is.